Vandaag gaan deze 8 kijkers een mega groot ziekenhuis bouwen. Alleen is er één klein probleem. Ik zit hier helaas opgesloten. Nou blijkt het ook nog eens dat er spoken en andere enge geesten ronddwalen door de gangen van dit ziekenhuis. Kan ik ontsnappen van het kwaad dat hier schuilt? Of zal ik voor altijd vast komen te zitten tussen de besmette patiënten? Klik nu op dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Want anders komen de geesten uit het ziekenhuis jou straks ook nog opzoeken. Jongens en één enkele dame, zijn we er klaar voor? Jullie gaan vandaag een ziekenhuis met elkaar maken, waarin ik dan heen ga. Ik weet niet wat het verhaal gaat zijn, dat hoor ik natuurlijk zo. Ik heb in ieder geval al een mooie, moderne outfit aangedaan, alsof ik een pakje aan heb, weet je. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Hebben jullie al een idee waarom ik naar een ziekenhuis ga, wat ik daar te zoeken heb? Ben ik ziek? Ben ik een dokter? Het is Halloween. Het is Halloween, hè? Ja, ik merk het al aan Julian. Die had al een hoedje op zijn hoofd. Door de Halloween kom je vanzelf verhoogd, denk ik. Oké. En willen jullie nog wat zeggen? Wat doe je altijd bij Halloween? Wat doe je altijd bij Halloween? Vriend bezoeken. Een vriend bezoeken en pompoenen snijden. Hebben jullie nog wat te zeggen voordat we gaan beginnen? Ja. Niet van de timelapse. Griezelig Halloween. Niet van de timelapse. Dan gaan we, jongens. Oei. Jongens, daar staan we dan. Ik ben hier met mijn lantaarntje lekker aan het, ik weet niet eens hoe dat in Nederland heet. Halloween, trick or treat, als het ware. Langs de huizen gaan snoepjes vragen, net zoals dat je op Sint Maarten eigenlijk doet. En ik ben hier bij een groot ziekenhuis aangekomen. Het ziet er een beetje, half verlaten uit. Een beetje eng. Ik bedoel, het is ook in dezelfde straat als het gekkenhuis. Daar kom ik net vandaan. Was er geen leuke ervaring. Maar we zijn hier nu bij een ziekenhuis aangekomen. En ik heb gehoord dat ik hier ook lekkere snoepjes op kan halen. Alleen, ik weet niet of ik naar binnen durf, maar laten we maar gewoon naar binnen gaan, weet je. Hallo? De deuren zijn dicht. Ik weet niet of iemand... Oh, de deuren gaan... Oh mijn god, dat is cool. Wow, het zijn... Wow, het zijn schuifdeuren. Ik schrok, ik denk, wat gebeurt er? Maar dit is echt cool. Het zijn gewoon schuifdeuren. Oh mijn god, wat ziet dit er cool uit. Wow, wat is dit groot, hé? Helpdesk. Oh, daar heb je al iemand. Een shop. Laten we nou gewoon naar de helpdesk gaan. Ik kom hier op snoep te halen. Meer niet, weet je. Hoe zo'n shop? Je zit niet een souvenirtje halen in de ziekenhuis. Hallo. Hey. Snoep of je geld. Of je leven, sorry. Denk je dat dat grappig is? Je bent hier in een ziekenhuis. Oh, jemig, sorry. Snoep of je medicijnen? Nee. Hoezo? Nee. Wij hebben hier geen snoep. Ik heb hier... Kijk dan. Ik heb een heel lantaarntje gemaakt. Ja. En dan neem je hem ook nog van af. Dan stel je hem ook nog. Ja, dat is heel leuk voor je. Maar die hoef ik niet. We hebben hier geen snoep. Oh, nou dan ga ik wel weer, denk ik. Als jullie geen snoep hebben, prima. Nou, dag. Doei. Nou jongens, ik krijg geen snoep. Dan ga ik hem maar weer vandoor, denk ik. Of niet? Ik wil mijn snoep. Ik ga je niet zomaar... Nee, trouwens. Nee. Ik wil gewoon mijn snoep. Ik wil gewoon mijn snoep. Ik ga hier niet weg voordat ik mijn snoep heb gehad. Oh, wat gebeurt er? Oh mijn god, wat is dit? Mevrouw, er is iets mis met de lichten. Ja, dat is een stroomstoring of zo, denk ik. Stroomstoring? Oeh, dat is niet leuk. Oh nee, de deur is... Nee. Nee. Nee! Mevrouw, de deuren doen het niet! Ja, als de stromen niet doen, dan kunnen die deuren toch ook niet open. Oh mijn god, sorry. Zagen dat de stroom uitging of zo? Ja, moeten jullie niet iets doen, opereren of zo? En, wij zijn gewoon dokters, we geen medische... Nee, moet je erbij zeggen? Ik kom hier om snoep op te halen. Nee, de deuren gaan niet open. Ik zit hier vast. En we hebben geen snoep. Nee, daar ben ik achtergekomen. Ik wil gaan. Ik denk, nou, ik kijk nog even naar binnen. Is er echt geen snoep? En volgens kom ik niet meer buiten. Ik weet dat hier geen snoep is. Anders was ik wel blij geweest. Nee, maar... We zijn geen techneuten. Nee, ik ook niet. Maar jullie kijken mij aan alsof ik het moet oplossen. Ja, wij weten helemaal niks. Dus nee, je toch... Oh mijn god. Misschien beter even rondleiden. En dan kan ik kijken of ik jullie stroom en het probleem kan oplossen. Misschien wel. Oké, nou prima. Ik bedoel, ik zit hier nu toch vast. De deuren deden het niet, dus... Ja, de lift is volgens mij een andere stroomgroep, dus die werkt nog wel. Oh, de lift werkt wel. Echt? Ja, volgens mij wel. Oh mijn god, oké, prima. Laten we eerst naar de eerste etage gaan. Mag ik klikken? Ja. De eerste is 2? Nee, vast 1. Ja, ik zie 1 niet. Oh, daar. Kan je even aan de kant gaan, meneer de dokter? Ja, zo ja. Zo. Oh! Zo. Wow, dat is een snelle lift. Ja. Oké, leid me maar rond. Ik bedoel, als ik misschien aan het einde van mijn avontuur een snoepje krijg of zo, dan ben ik al heel blij. Je hebt een mooi uitzicht op alles.
wat daar beneden is. Oh, ja, daar kwam ik net binnenlopen inderdaad, ik zie het. Dan kom je hier. En ja? Kom je bij de operatiezalen. Ja. We zijn nu bezig met... Nee, wat is dit? Nee, wat is dit? Zeer moeilijke patiënt. Waarom wordt Rick geopereerd? En waarom laat je liever dit zien? Op deze manier werkt niet graag mee, dus... Hij zal kunnen jullie hem niet gewoon uit zijn lijden verlossen? Ik bedoel, ik denk dat de wereld daar beter door af zou zijn. Ja. Ik weet niet of dat... Je moet niet uitkleden. Kijk wel weg. Ik weet niet wat voor doktoren jullie zijn, maar... Gaan door. Ja. Hier zijn pakjes. Die hebben we nu nog niet nodig. Oké. Misschien als je ons later behelpen, kan je daar iets mee? We weten het niet. Oké, prima. Ik weet niet. Ja, ik wil jullie helpen met stroom, maar ik ga niet helpen met opereren of zo. Ik weet niet of ik snoep kan vinden in Rick, maar ik denk het niet. Dan... Gaan we hierheen? Oh, we zijn een beetje rare doktoren. Ik bedoel, ik krijg heel de tour te zien. Ja, weer een lift. Hier een trap. Oké, prima. Een trap, goed om te weten. En hier hebben we... Hier moet je niet ingaan zonder dit pak. Alle mensen die met een virus dat hier is tegengetroffen. Oh, dit is een soort isolatie. Precies. Zeer oh, mijn god. Virus. Ga hier never nooit naar binnen zonder wit pak. Ik zie het al inderdaad, ik zie daar gewoon... Als je onbeschermd in aanraking met het virus komt, dan kan je binnen... Foutenboel, dan foutenboel gewoon. Een geest worden, zombie worden, alles... Oké. Nou, laten we maar snel weggaan dan hier. Ik wil stroom oplossen, ik wil geen zombie worden. Dan gaan we nu naar... De lift, twee. Oké, ik klik wel weer. Zo, dat gaat snel. Hier hebben we snel cafetaria, lift. Cafetaria, alles. Die kan ik lekker eten als ik... Jezus, wat is dit groot, hé? Ja, hier kan je lekker buiten eten. Oh, dit is een dakterras, joh. Ja, dat is een loonlijk buffet, dus... Oh mijn god, wow, dit is echt cool. Je kan je lekker gewoon buiten... Maar, dit ziet er leuk uit. Ik heb een vraagje eigenlijk. Mag ik jouw lampionnetje nog eens zien? Jouw lampion? Ja. Mag ik hem eens? Als je er snoep in wilt doen, ja, prima. Ja, ik wil eigenlijk ook langs de deuren gaan. Ja, maar ja, de deur is dicht. We komen niet buiten. Ja, ik heb nooit de kans gekregen. Ja? Maar mag ik jouw lampion misschien houden? Mijn lampion houden? Ik kom hier voor snoep en ik ga hier met minder weg zometeen dan dat ik had. Maar alsjeblieft, geef ons de kans. Prima. Hardwerkende doktoren. Ja, jullie zien er ook echt, zeg maar... Jullie hebben elkaar zo vaak gezien dat jullie echt een beetje op elkaar beginnen te lijken. Hij is mijn assistent, maar ik ken hem al vanaf dag 1. Nou weet je, jij mag hem houden. Neem het lampionnetje bij. Ik wil eigenlijk helemaal niet meer terug. Ik heb hier ook een boekje. Nu ons toch gaat helpen. Ja, ik word gelijk ingewerkt. Waar alles in staat wat je bij elke situatie van nood moet doen. Te zeggen, lees hem goed door. Van voor. Wat te doen bij noodgevallen? Oh mijn god, wat is dit helemaal? Als er ooit nooit is. Als er ooit... Gast. Dit is, waar moet ik het allemaal lezen? Het is belangrijk. Belangrijke informatie. Oh mijn god. Wij gaan dan hier nu met het lampionnetje. Ja... Hier in het ziekenhuis, langs mensen of zo, weet je niet. Doen jullie dat? Ik ga wel kijken of ik dingen op kan lossen. Je roept ons maar als je ons nodig hebt. Ik roep jullie als ik jullie nodig heb, oké? Wij gaan hier lekker zitten, ja. Gaan jullie lekker zitten. Jongens, wat is hier aan? Huh? Wat is dit? Dit zijn mini-sters, wat cool. Huh? Het zijn mini-sters, maar dat is niet belangrijk. Jongens, ik ben hier in het ziekenhuis gekomen om snoepjes te halen. Hebben ze niet, zegt ze. Ik zie hier wel volgens gewoon koekjes op tafel liggen. Dus daar had ik ook al tevreden mee geweest. En weet ik voor wat allemaal. En nu in één keer heb ik een hele baan hier om van alles te fixen. Het licht, een stroomstoring. Nou, laten we dit boekje even lezen. Wat doen in geval van nood? 1 brand... Oh, dit zijn de pagina's. Of niet? Wat te doen bij noodgevallen? Brand, aardbeving, overval, aliens... Aliens, terroristische aanslag. 6 is vraagtekens. 7 is ontsnapping van geïsoleerden. Terrorjeugd. Ziekteuitbraak. Geluidsoverlast. Gek uit het gekkenhuis verderop ontsnapt. Stroomuitval. En overig. Oké, 12 is mijn optie. Daar moet ik heen. Maar laten we eerst ook even kijken wat 6 is. Brand hebben we niet. Bij brand moet je waarschuwen je huisgenoten. Abonneer op Walnut. Dat moet je inderdaad doen, jongens. Stel, je komt nou een keertje thuis en er is brand of zo, weet je. En je denkt van... Ah, wat moet ik nou doen, weet je? Skip die brandblussen. Nou, gewoon liggen. Eerst abonneren op mijn kanaal en daarna pas blussen, weet je? Dat is niet waar trouwens. Het is geen legaal advies dit. Maar ik moet wel even abonneren. Oké, laten we wel even naar mijn goede pagina gaan. Want ik kan wel alles lezen, maar misschien dat dat later pas van pas komt. Laten we even gaan naar... Het is echt daadwerkelijk van alles informatie. Oh mijn god, dit is die pagina. Oké, daar heb ik niet zoveel aan. Stroomuitval. 1. Bel de monteur. Indien deze niet opneemt, zoek zelf het probleem. Doe voorzichtig. Oh mijn god, daar heb ik toch niks aan. Vaak voorkomende problemen. Iemand staat de powerline te campen. Schreeuw in zijn oor. Nou, ik even kijken. Volgens mij is die powerline hier ergens. Kijk, dat is iemand die dan... Maar dat kan je niet eens zien vanaf hier, of wel? Dat kan ik bijna niet zien. Er is daar een stroomdraad. Maakt niet uit. 2. Zekering gesprongen. Fix de kabel. Of 3. Stroomuitval in de buurt. Bel iemand. Oké, laten we even kijken of er ergens een telefoon is. Of was er nog een pagina?
Nee, overigens spring niet in de lava, zo ga je dood. Oké. Okay. dat ging wel vanuit. Wat is dit? Oh mijn god, dit is een bioscoopkamer of zo. Of dan een ruimte waar ze lekker kunnen tv kunnen kijken. Maar laten we even naar de receptie gaan kijken of iemand kunnen bellen. Je neemt wel de lift. Zie, de deur gaat open, gaan we naar begaande grond. Zo, hoppakee. Hallo! Hey. Kan ik ja, ik ben de monteur tegenwoordig. Ik heb er eigenlijk wel een goede outfit voor. Maar kan ik iemand bellen? Nee. Oh, nou, dan houdt dat ook op. Dan moet ik verder kijken naar mijn boekje. Maar waar ben je mee bezig? Ja, ik moet de stroom oplossen. Ja, maar volgens mij is er gewoon een zekering gesprongen. Weet je, waar is dat? Waar kan ik die... Ik ben een receptionist. Ik heb geen idee waar dat is. Oh mijn god. Weet je, ik ga wel op avontuur. Ik ga het wel vinden. Ik ga wel kijken of ik iets kan vinden. Hoogspanning niet aanraken. Levensgevaarlijk. Dat is die buis daar. Oké, laten we even kijken of we een soort machinekamer kunnen vinden, jongens. Want ik denk dat ik de stroom gewoon moet... hervat. Wat is dit dan? Oeh, ziet dit er eng uit hierachter. Oh mijn god, daar gaan we maar niet heen. Het is een kantoortje, daar kunnen we ook niks vinden. Dit ziet er ook allemaal heel... Oh, dit is de trap. Oh, dit is gewoon een trappenhuis. Verdieping 05. Huh? Een halve verdieping. Medicijnrecepten, nou, daar heb ik niet zoveel te zoeken. Verdieping 1. Laten we nog even een keertje kijken. Nou, hier hadden we niks. Wat hebben we nog meer? Verdieping 3 ben ik niet geweest. Dit zijn gewoon slaapkamers. Dit zijn ook slaapkamers. Gaan we nog even verdieping 4. Zo. Dit zijn ook allemaal slaapkamers. Ik denk niet dat ik hier... Is er ook een kelder of zo? Laten we maar even gewoon verdieping 1 kijken. Operatiezalen, hier kan ik naar beneden kijken. Want ik heb, ja, het stroom moet opgelost worden. Dus er zijn gewoon iets een zekering geknapt. Oké, laten we hier even binnen gaan. Ik weet niet of ik hierheen moet, maar misschien dat zij wat weten of zo. Want die doktoren die hebben me verder niet heel veel informatie gegeven. Maar daarvoor moest ik een pak aan. En ik denk dat dit pak is, maar ik weet het niet zeker. Dus laat ik het toch even één keer vragen. Hallo? Artsen, waar is de machinekamer of de, weet ik veel, kamer met stroom? Waar ik even kan kijken, want het is waarschijnlijk gewoon een aardlek Volgens mij is het ergens uitgegaan. Achter de balie bij de receptionisten. Ik weet het niet. Het is echt mij... dat zijn, ik snap het, maar... Volgens mij ergens achter de balie is er nog heel veel ruimte. Ik zou daar even rondzoeken. Ik ga even kijken. Maar die zei zegt net dat er niks is. Nou, we zijn weer op de begane grond. Hallo, ik hoor net van doktoren dat ze... Mag ik even hierachter kijken of hier iets van... Die ja, dat mag. Ja. Oh, nou oké. Okay. Dan ga ik even kijken of ik hier dingen kan vinden of zo. Iets in zo. Hier is een kelder. Wat is dit? Snoepvoorraad. Snoepvoorraad. Jij hebt gelogen! Wat? Er is hartstikke veel snoep hier beneden. Nee, dat is op. Op? Nee. Oh mijn god, het is inderdaad op. Naaldenvoorraad. Oh, nou daar heb ik niks aan. Oh mijn god. Ik dacht dat... Man, laat maar. Sorry dat ik boos werd. Ja, dat dacht ik al. Okay, laten we hier achter even kijken, jongens. Kisten, heb ik nog niets van. Kisten. Ah, kijk! Lift, noodverlichting en elektrische deuren. Ah, die staat uit inderdaad, jongens. De elektrische deuren staan uit, dus die moeten we aanzien te krijgen. Laten we even kijken hoe. Dat is dus het ding. Ik ben namelijk geen persoon... Oh mijn god, ik zie het al. Ik heb endrots nodig, jongens. Ik zie al wat het probleem is. De endrots missen, oftewel de bekabeling. Ik heb bekabeling nodig en die moet ik waarschijnlijk even gaan vinden. Bekabeling. Staat er iets over in het boekje? Ah, zeker ingesprongen. Fix de kabel. Dat stond er eigenlijk al gewoon. Maar nu heb ik het ook zelf uitgevonden. Dus het is inderdaad zeker ingesprongen. Fix de kabel. Ja, maar dan heb ik wel een kabel nodig. En dan denk ik dat ik die even moet vinden. Nou, het zou niet zo zijn dat de kabel natuurlijk gewoon hier te vinden is. Gewoon in deze kisten. Maar ik ga ze wel even checken allemaal, voor de zekerheid. Nou, het probleem is gevonden. Er is inderdaad een kabeltje of een zekering gesprongen, gewoon. Dus ik ga even kijken of ik die kabel kan regelen. En dan is het binnen no time opgelost, dan kan ik hier weg. En goed. Ik verwacht maar dat er dan snoep is, hè. Ik zal iets voor je proberen te regelen. Top, is goed. Laat even in de shop kijken, jongens. Oh, het heeft een belletje! Het is een echte shop! Hé, hey, dit is volgens mij Heke. Omdat hij er niet bij kon zijn. Volgens mij, maar ik weet niet zeker. Oké, kan ik hier iets in de shop vinden? Of is het gewoon allemaal coole dingen die verkocht worden? Het ziet er wel echt cool uit, al die dingen en zo, jongens. Van wat hier allemaal ligt en zo. Damn. De shop is denk ik gewoon een leuke toevoeging, maar ik ga er niks vinden. Laten we even hier beneden kijken. Ik heb een opslagruimte nodig of zo. Iets waar ik in ieder geval kabels kan gaan vinden. Medicijnrecepten ga ik ook niks aan hebben. Hallo meneer. Hallo. Ja. Oh. Wat is dit? Oh, alarm. Oh nee. Geïsoleerd en ontsnapt. Nee, jongens. Wacht, ik heb het boekje. Ik weet wat ik moet doen. Stel. Ontsnapping van geïsoleerde. Verstop je zo snel mogelijk na 30 seconden. Eerst de kust veilig zoeken. Veiligheidsplek. Met een veiligheidsbak kan je de cellen inspecteren. Ik ga er tussen bij. Oké. Zijn ze ontsnapt? Hoe kan dat ontsnappen? Wat is dit voor ziekenhuis? Ik ga nooit meer snoepjes halen in een ziekenhuis. Dat snap ik. Oh mijn god, ze zijn ontsnapt. Waar is je dokter, je baas? Ik weet het niet. Ik ben bang. Nee. Binnen 30 seconden is de kust weer veilig, stond er. Oké. Okay. Oh, daar is hij. Psst, kom hierheen. Hier. Kom. Hier. Hier. Oh mijn god. Oh, hij zit als die er zijn.
Hier, kom bij ons. Het is te gevaarlijk. Wat nu? Zeg maar, ze zijn ontsnapt, maar gaan ze uit zichzelf terug, of... Wat staat er in het boekje? Ja, ik zal het nog een keer lezen. Ik ben zo bang. Verstopt je? Met een veiligheidspak kan je de cellen inspecteren, staat er. Ik hoor van alles. Ik hoor ook van alles. Huh? Oh mijn god, wat is dit? Huh? Waar? Ik zie niks. Oké, ik voel me niet veilig. Dat het virus mensen in geest en allemaal rare zooi veranderd. Ik wou net zeggen, ik dacht dat ik iets zag, maar ik wist het niet zeker. Het leek op een geest, maar ik wist het niet zeker. We moeten echt veiligheidspak hebben, jongens. Dan kunnen we de cellen controleren. Ja. Maar die hebben jullie me laten zien, toch? Die pakken, of niet? Ja. Kijk, laten we daarin gaan. Neem snel de lift, hier, kom. Lift. Eén. Kom. De pakken hier links, ik weet waar het is. Ik werk hier tegenwoordig ook. Hierheen, kom maar. Volg mijn doktoren. Meneer patiënt. Zo, pak je aan, jongens, kom op. Oké, nu hebben we veiligheidspak, dan kunnen we naar binnen. Volg mij. We gaan kijken of we dit kunnen oplossen. Bestendig pak vereist. Nou, die hebben we nu aan. Laten we even controleren of ze er allemaal zijn. Cel 1 is leeg. Allemaal. Oh. Cel 2 is... Oh nee, daar zitten wel mensen. Zombie en... Leeft ze nog? Hallo, jongens? Hallo. Hallo. Wacht, we... Hallo. Oh ja. Oh, wat is er met jou gebeurd met je ogen? Hallo. waar is jouw celgenoten? Waar zijn de anderen? Andere? Ja, oeh, mijn god. Andere. De andere, ja. Welke andere? Wat is dit? Oh mijn god, er staat een geest achter je. Ah, er staat een geest achter je! Oh. Ik kon het niet goed zien. Oh. Ah, jongens! Ik zie spoken, denk ik. Ik wil weg hier. Ik ga weg hier. Ik zie spoken. Oh mijn god. Er gebeurt van alles. Oké, jongens, dit is niet goed. Er zijn... Wacht even, ik ga nog even een keertje kijken. Er zijn geïsoleerden ontsnapt. En nu moeten ze terug. Ja, ik heb kabels nodig om dit op te lossen. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Nee, ook niet. Even kijken, wacht. Zoek een veiligheidspak. Ja, oké. Dat kan... Oh mijn god, hij staat hier. Ik zie het gewoon. Hij staat hier, jongens. Zien jullie dit ook? Ik zie niks. Of niet? Nee. Ik zie een half onzichtbare iemand die op mij lijkt. Een half onzichtbare iemand die op mij lijkt. Oh, en hij is weer weg. Ik zie helemaal niks. Ik ben mijn god. Achter je! Jongens, ik vind het niet leuk. Ik wil weg hier. Wat moet je doen? Ik wil weg hier. Oké, laten we even snel naar de balie gaan. We hebben een grote ruimte, oké? Okay? Ja. Snel de lift in. Kom, de lift in. Oké, naar de begaande grond. Er zijn spoken. Het spookt hier. Help. Als jullie nou met z'n tweeën hier achter... Oh mijn god. Vreselijk. Als jullie met z'n tweeën hier achter de balie kunnen gaan staan... Kom jongens, ga in veiligheid achter de balie. Oké, ik ga dit oplossen. Ik ga bekabeling zoeken. Ik ga de stroomuitval doen. Ik zorg dat iedereen op zijn plek is. Als jullie hier blijven, oké? Dan kan ik jullie ten alle tijde vinden. Ja, is goed. Oké? Ja, jij hebt niet zoveel stress volgens mij, hè? Nee. Het is alledaags iets. Oké, jongens, ik ben... ik ga dit fixen. Doe dat. Help ons. Oké, jongens. Laten we wel kijken of we dit kunnen oplossen. Laten we snel de lift nemen in de eerste verdieping. Gaan we hier bij de geïsoleerde? Of gaan we even kijken, want hier beneden... Oh mijn god, daar is een geest. Nee, ga weg. Oké, ik moet naar die verdieping. Ik wil naar het medisch dingen. Oké, nu is mijn moment. Ah, ik viel! Oké, wat is dit? Medische recepten. Wat kan ik hier vinden? Het is een doolhof. Ik denk niet dat ik hier nog iets nodig ga hebben. Maar misschien dat ik hier meerdere ruimtes kan vinden. Oh, dit is een spinnenweb. Misschien kan ik hier meerdere ruimtes vinden of zo. Oké, ik heb een idee. Ander idee, jongens. Plannen veranderen. Snel hier, want hier was het tot nu toe een soort van veilig. Jongens, wat gebeurt er meestal als de geesten ontsnappen en zo? Wat doen jullie? Weet jullie protocol? Dan gaan er dingen fout. Ja, dat merk ik, dat er dingen fout gaan. Ik bedoel, ik zie overal geesten lopen en zo. Maar ik heb stroomkabels. Wacht, misschien dat ik hier iets kan vinden. Ik heb stroomkabels nodig. Weet jullie waar ik dat kan vinden? En wat is dat daar achter jullie? Niks? Oh, dat is van jullie. Dat, gaat er... Oh, mijn god. Waarom is dat ineens daar? Wacht. Misschien dat ik ze in een cel kan lokken. Misschien kan ik hem in zijn cel lokken. Oh, nou, die geesten, dat gaat niet lukken. Jongens, laat maar. Weet je, ik zoek het zelf uit. Oké, Rick, let niet op mij. Ik ga even kijken of ik wat hier in barrels kan vinden. Of iets van informatie of zo. Want ik heb echt gewoon informatie nodig. Laten we even helemaal naar boven gaan. Kijken hoe hoog we kunnen. Daar vinden we alleen maar slaapkamers zo hoog. Verder helemaal niks. Oeh, de cafetaria. Wat is dit eigenlijk hier? Dit is een vriezer. Wat gebeurt als ik knopje inklik? Oh, dan krijg ik focus drink. Nice. Laten we die gelijk even drinken. Lekker. Krijg ik nog wat meer? Gewoon nog meer focus drinken. Oké. Jongens, ik was het textpack vergeten aan te doen. Kijk, het ziet er daadwerkelijk uit als focus drink in mijn handen. Het ziet er daarom. Ik was het textpack vergeten aan. Oh mijn god, er staat een geest in. Nee. Ga weg. Oh, hij is weer weg. Huh? Oké, laten we niet alle focus drink dan opdrinken. Laten we even kijken of we nog meer kunnen vinden. Misschien achter de vriezer of zo. Oh, kijk. Dit is wel goed, dit. Misschien vind ik hier wel iets nuttigs of zo, weet je. Het is een soort keukentje, dit. Oké. Maar niks nuttigs verder. Wat hoor ik voor belletje de hele tijd? Volgens mij is dat het belletje van de shop. Oh, nee, dat is dit belletje. Hier.
van de lift. Oh, hé! Hey, agent, ik kan helemaal niks vinden. Ik heb alles geprobeerd te zoeken, maar... Hebben jullie tips of ideeën of hulp, iets? Oh! Mijn god, hij loopt zo dwars door je heen, hè? Sorry. Over... Ja, ik ben er wel achter gekomen dat ze niet echt kwaad... Ja, ze zijn wel eng en zo, maar ze doen niet echt veel kwaad. Dus dat scheelt. Over die... Nee! Over die, dat virus. Staat er echt niks in het boekje over dat virus wat we moeten doen? Ik zal even kijken. Bij een ziekteuitbraak is het belangrijk dat de remedie zo snel mogelijk wordt gemaakt. Maar ja, is dit de ziekteuitbraak? Is dit de kwalificeren jullie dit als ziekteuitbraak? Nou, de ziekte is al lang geleden uitgebroken, maar... Ja, misschien dat er een, ik moet dus gewoon antigif, of een, hoe noem je dat, ja. Kijk eens verder in het boekje. Of... Ja, kijk wel verder. Het probleem nu is dat ze ontsnapt. Oh, kijk, ik heb wel een recept inderdaad. Een flesje focus drink, netherwart, rabbit food, gunpowder. Meng dit samen tot het een geheel wordt. Voor het beste resultaat doe het op volgorde van boven naar beneden. Dat moet ik maken. Dus, dat is een goed idee van het boekje. Want dan kunnen we gewoon de ziekte genezen. Maar moet ik dat dan aan jullie geven? Moet ik dit voor jullie maken? Jullie dat? Maak het maar voor ons. Dan geven we samen... Ja, want zullen we hun anders... Wacht, ik ga even kijken. Ja, ik weet niet of je hun... Ja, dus je bent in een ziekenhuis, hè? Wat is dat daar? Oh mijn god, is dat... Wat is dat? Een koevoet. Is dat een koevoet? Oh mijn god. Daar mee? Ja, dan kan ik wel even kijken. Misschien dat het wel nuttig is. Weet je, ik zorg wel dat ik hun kan genezen, want ik denk niet dat we die koevoet zo vast kunnen pakken nu. Ja. Ik ga een antigif voor ze maken, oké? Ik ben ineens dokter, ik vind het helemaal prima. Ik geef het aan jullie, jullie doen jullie werk en ik zorg wel dat ik het heb, dus alle geest, oké? Blijven jullie maar hier. Ja. Ik ga het regelen. Oké, jongens, dus dan heb ik 1 flesje focusing nog. Die heb ik toevallig al. Die heb ik gepakt uit de ijskast. Netherwart, rabbit's food en gunpowder. Oké, dan gaan we naar beneden. Want ik moet nu in het medicijnkamertje zijn, denk ik. Hier, medicijnrecepten. Oh mijn god, laten we even kijken wat we kunnen vinden. Oké. Daar is licht, maar dat maakt niet uit. Wat is hierachter? Zo, eroverheen gesprongen. Oh, dit is de ingang. Ik was een rondje aan het lopen. Hieroverheen komt hij. Oh nee. Ik haat echt die kopapps, jongen. Dat duurt zo lang. Even kijken of ik hier iets kan vinden. Het is voor recepten natuurlijk. Ik heb het recept al, maar misschien dat ik hier ook wel gewoon daadwerkelijk dingen kan vinden, weet je? Gewoon netherwart of zo vind ik wat. Een konijnenvoetje. Dat kan ik denk ik in de keuken ook vinden. Dus ik moet sowieso nog even een keertje een bezoekje brengen aan de keuken. Oh, ik hoop niet dat ik hier geesten ga vinden. Oh mijn god, ik zeg het letterlijk en ik word gejumpscared. Oh, wat vreselijk. Oké, daar gaan we niet heen. Daar gaan we niet heen. Oh mijn god, we gaan gewoon gelijk naar boven naar de kantine. Dat was op verdieping 2 trouwens, was dat hier. Zo. Oh, wat vreselijk, wat vreselijk, wat vreselijk. Oh mijn god, er staat een geest een taart te eten. Oh nee, nee. Ah, dubbele geesten. Oké, kan ik hier rabbit food vinden en gunpowder en een netherwart. Misschien dat ik dat hier wel allemaal kan vinden. De focus denk ik heb ik al, maar voor de rest is hier echt niet... Ben je lekker aan het eten, meneer de geest? Ik heb het gevoel dat je... Het is maar... Je bent eigenlijk helemaal niet zo heel eng. Ik wil je wel genezen, dus blijf lekker je ding doen en zo. In principe ben je niet zo eng als dat je lijkt. Die andere wel. Die laten me jumpscare. Die vind ik eng. Is er nergens een rabbit's food? Hier is wel de brewing stand. Die kan ik gebruiken om dus dingen te gaan brewen zometeen. Maar de andere moet ik op een andere plek gaan vinden. Deze achtervolgen me ook. Heel vervelend. Misschien trouwens in die snoepjeskamer. Of hier in de winkel, dat ik hier nog iets kan krijgen of zo, weet je? Nee, helemaal niks. Kijk, netherwart. Hoppakee. Ik weet niet of ik deze gewoon... Ja, ik ga hem gewoon pakken, boeien. Die heb ik nodig. En dan heb ik alleen nog gunpowder en een konijnenvoetje heb ik nodig. En dan kan ik die guys... Waar ga ik een koevoet nodig voor hebben, jongens? Oh, ik snap het. Die koevoet heb ik nodig om dit open te breken. Zodat ik misschien die kabels kan pakken, of niet? Maar die staan aan, dus die moet ik dan eerst uitzetten. Zodat ik die kabels kan pakken, misschien. Ik weet het niet zeker. Misschien dat ik dan dit open kan breken. Gok ik hoor, met die koevoet. Oké, laten we nog een keer hier naar binnen gaan. En dan hopen dat ik niet gejumpscared word. Maar ik denk dat ik hier toch wel echt iets ga vinden. Huh? Oh mijn god, ik ben hier helemaal voor niks ingegaan. Vreselijk. Oh, en je wordt weer gejumpscared, natuurlijk. Oh, en de geest is zelfs hier. Oké, we gaan gewoon niet meer deze kamer in. Skip deze verdieping. Tenzij deze kant. Nee, skip deze verdieping. Misschien in de operatiezalen. Hallo Rick, heb jij iets gezien? Ik heb een konijnenvoetje nodig. Ik weet niet of jij konijnenvoetjes hebt. Gewoon even elke slaapkamer gaan we ook checken. Misschien dat iemand het wel op zijn... Oh, dit is een douchekamer of douchekabine. Oké. Misschien bewaart iemand wel een gelukskonijnenvoetje. Of zo'n konijnenvoetje vol geluk, weet je. Je weet het nooit. Je hebt ook nog een dak. Huh? Oh, maar die deur zit dicht. Ah, jammer. Ik wist niet dat je nog een dak had. Weet je wat? Meneer de geest, jij komt hier vast al... Zit hier al heel lang vast. Kan jij mij leiden naar waar ik gunpowder kan vinden? Je hoeft het niet aan te... Gewoon naar de locatie. Misschien weet je het al. Kan je een beetje naar die locatie... Of hoor je überhaupt al wat ik zeg? Oh, je hoort... Weet je waar ik gunpowder kan vinden? Weet je waar ik een konijnenvoetje kan vinden? Oh, die geest vind ik niet leuk.
Ja, weet je dat? Oh, kijk, ik kan hem volgen. Ik volg gewoon de geest. Ik dacht, ik ga samenwerken met ze. Niet de medicijnkamer, niet de medicijnkamer. Nee. Oh mijn god, gelukkig. Ah, die geesten zijn stom. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Ik volg hem gewoon. Ik volg hem. Oké. Oké, oké. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Huh, maar hier ben ik al geweest. Nou, je kan ook gewoon deur open. Schrik jou niet van dat je nu een geest ziet? Waar heb je het over? Er gaan alleen deur open, er staat daar niemand. Ja, dat is de wind gewoon. Dat is geen wind, hallo. Ja, weet je wat, blijf jij maar in je eigen wereldje. Oké, konijnenvoetje hier in de energiekamer, dat lijkt me sterk, maar... Ik zal kijken. Oeh, er zit daar een geheime kist onder, jongens. En daar zit een konijnenvoetje in! Oh mijn god, hij had ook nog... Waar is hij? Oh, hij is ook al gewoon gelijk verdwenen. Wat een held. De geest heeft me geholpen, hoor. Ja, ja. Ik zou zo meteen ook meteen even medicijnen tegen... Ja, dag! Het spookt hier gewoon. Wat een rot ziekenhuis. Ik ga nooit meer snoepjes halen hier. Oké, laten we nu even kijken of we die gunpowder ergens kunnen vinden. Ik moet dus ook rekening houden met dat er gewoon geheime kisten verstopt zijn. Wat wil je? Hallo. Moet ik wat voor je kopen? Wil je wat hebben? Ja, wat wil je? Hij is weg! Nee! Weet je, kan ik dit... Ik ga dit zwaard meenemen. Kan ik dit zwaard meenemen? Voor geesten? Ik ga gewoon die geesten knock-out slaan, wat dacht je daarvan? Ja, dus geheime kisten is ook een ding, jongens. Er zitten kisten verstopt. Oeh, wat is dat dan? Daarboven. Ik hou dit zwaard in mijn handen voor elke geest die ik tegenkom. Oh, dokter... Ik heb bijna alles, hoor. Hallo? Ik heb drie dingen. Ik heb alleen nog gunpowder nodig. Oh, wie heeft gunpowder nodig? Ja. Toen hier nog veel gasten kwamen. Ja? Dat waren allemaal slordige kinderen, allemaal... Allemaal mensen die echt niks orde hadden. En ja. ik heb onthouden. Misschien bij de verblijven. Ja, bij de verblijven? Ik heb zomaar onthouden van vroeger. Dat er één kind was die hield van speciale poedertjes verzamelen. En ik weet niet meer waar, maar naar de verblijven. Ja, ergens op een verdieping. Ik weet alleen niet meer welke, maar... Ik zal even kijken of ik het kan vinden, oké? Het kamer van iemand, volgens mij. Ja, ik zal even kijken. Ik heb net gekeken, maar wie weet vind ik het nu. Zo. Oké, dit is de verkeerde verdieping. Ik moet eentje hoger. 3. Laten we even kijken, jongens. Ze zeggen dat ik het op kamers kan vinden. Maar voor mijn gevoel heb ik de kamers al bekeken. Alleen blijkbaar niet goed genoeg. Iemand bewaarde vroeger dus gekke poedertjes en zo. Dus ik denk dat ik daar dan ook gunpowder kan vinden. Nou, deze is het niet. 4. Moet ik echt grondig gaan onderzoeken. Oeh, het kan ook in een hopper zitten, jongens. Oeh, daar moet ik rekening mee houden. Dat iemand het in zijn toilet gestopt heeft, weet je. Hier, gewoon zo in zijn toilet verstopt. Moet er rekening houden met elke mogelijkheid. Oh, waarom sta jij daar? Ben je weg? Nee, je bent niet weg. Ga maar weg, ga maar weg, ga maar weg. Goed zo. Doei. Oké, waar was hij hier? Waarom was hij hier? Wat deed deze guy hier? Hij wilde me gewoon laten schrikken. Ik snap dat die doktoren, die gaan mij dan vragen of ik dit allemaal opgelost. Ik ben gewoon een joch die hier komt om snoep van mensen te vragen. En volgens moet ik het hele geestenprobleem oplossen. En het stroomprobleem en het virus en weet ik wat allemaal. Zolang ik maar niet zelf ziek word dat ik hier ben. En nog misschien nog één verdieping hoger. Oh god, ik ben op de 4e verdieping of niet? Oh mijn god, ik heb elke kamer bekeken voor mijn gevoel. Toch wat gemist. Kunnen jullie helpen zoeken? Ja, we weten het weer. Het was deze verdieping. Ja, dat ben ik aan het kijken, maar ik kan niks vinden. Oh, nou, dat is niet zo mooi. Wij gaan even meezoeken. Ja, help mij met zoeken. Oh, wacht, volgens mij... Ja, ik heb hem. Hij had het onder zijn bed verstopt, dat rotjoch. Je moet ook geen kinderen nemen. Dat is niet waar trouwens. Dat was hartstikke leuk. Het was een snotjoch. Hey, ik heb alles, dus ik ga het even naar de keuken. Ga ik het klaarmaken. Als jullie vast naar die isoleercellen gaan, kom ik het naar jullie brengen, oké? Okay? Ja, dat zullen we doen. Dan ga ik het even in elkaar zetten. Oké, succes. Yo, dat is volgens mij op verdieping 2 moet dat zijn. Ja, dan hebben we hier de keuken. Jongens, neem gewoon lekker de lift. Dat lopen van jullie de hele tijd. Maar hij is het ook weer. Oké, hier hadden we de brewing stand, daar kunnen we heen. Dan moest ik het in de goede volgorde doen. En dat was flesje focus drink bovenaan. Netherwart daarna. Daarna rabbit's food en daarna gunpowder. En daarna dit allemaal mengen. Oké, laten we beginnen in de goede volgorde. Het focus drink flesje eerst. Die doen we onderop. En dan als eerst volgens mij de Netherwart. Daarna rabbit's food en daarna... Ik ben het alweer vergeten, ik ben echt een ei. Netherwart, rabbit's food, gunpowder. Laten we dat doen. Let op, hè. Netherwart doen we eerst. Kijken wat hier uitkomt. Ik ben gewoon een medicijn aan het maken, jongens. Ik ben letterlijk gewoon een medicijn aan het creëren. Dan krijgen wij uit dit flesje focus drink. Een normaal flesje focus drink, prima. Dan de rabbit's food stoppen wij erbij. Boom, dan krijgen wij... Oh mijn god, dan krijgen we een enchanted focus drink flesje. Dan de gunpowder erbij. Ik hoop dat dit medicijn gewoon gaat werken, jongens. En dat we dan die mensen kunnen genezen. Dat ik de koevoet kan krijgen, want ik wil die stroom fixen. Want ik wil hier weg in... Ik wil niet langer zijn in dit... in dit ziekenhuis waar het spookt en weet ik veel wat. Zo. Kijk, het focusing flesje is omgetoverd tot een... oh mijn god, stomme, is de rotgeest. Is omgetoverd tot een medicijn. Nou, ik ben ready hoor. Het is helemaal in elkaar gezet. Jullie kunnen gebruiken het, alsjeblieft. Doe het. Genezen. Het magische moment. Het magische moment. Misschien moeten we...
Aan de kant, jongens. Tjew. Aan de kant. Okay. Ah, hij niet snot op jullie. Godverdamme. Je hebt het snot. Nee. Gooi het nou niet naar mij. Haal het weg. Haal het weg. Okay. Haal het weg. Ik wil geen snot. Ik doe het wel. Daar gaan we. Ja, gooi het maar. Oh. Jij. En nu? Oh nee. En nu? Gooi het. Je weet niet, jij bent de dokter. Gooi het op elkaar. Eet het. Doe het. Ja. Oh. Ik voel me ook goed. Hoezo? Hoezo voel jij je goed? Je hebt het toch niet genomen? Hé, hey, ze zijn genezen! Ze genezen! Jongens, hoe voelen jullie jullie? Ik voel het. Je voelt je goed? Beter? Kom maar. Weet je wat er is gebeurd? Kom. Kom maar, jullie mogen eruit, met z'n allen. Ja, dus doe maar voorzichtig, maar er zijn geen zombie en weet ik veel wat meer. Oh mijn god. Hoe voelen jullie? Weet je? Ik vind het nog een beetje eng. Hé, ik, let niet op mij. Ik pak even gewoon hier een elektratang. Blijkbaar. <Ja. laughs> let niet op mij verder. Ik ga het stroom oplossen. Ik bedoel, ik heb één probleem opgelost. Nu kan ik gelijk het andere probleem oplossen. Ja, moet je eerst even handen wassen voor het slot. Dus, ja, dat is misschien wel handig. Je niet stoppen. Oh, daar zat een geest. Oh. Hey, jongens, ga lekker naar het dakterras. Neem een broodje. Geniet even van dat jullie niet meer ziek zijn, oké? Okay? Ja? Oké, weten jullie waar het is? Goeie vraag. Oké, jullie vinden het wel. Kom maar goed. Je moet ook even je handen wassen, kom. Ja, ik ga me desinfecteren. Ik ga ook wel even hierin staan. Zo. Hoppa, zo, kijk. Goed zo. Okay. Zo. Ik voel me weer schoon. Ja, dat begrijp ik. Nee, dan doe ik deze outfit ook uit. Ja. Het vieze pak doe ik even uit, zo. Er zijn nog wel geesten. Ja, maar ze zijn niet zo kwaadaardig, kan ik achterkomen. Oké. Okay. Dat voelt al beter. Hey, ik heb een elektratang en ik ben geen elektricien, dus ik weet niet waar ik met een elektratang moet. Dat klinkt misschien dom. Volgens mij zijn er geesten achter me, of niet? Nee, nu niet meer. Oh, nu niet meer. Ik ga kijken wat ik hiermee kan. Rotgeest. Oké, maar meneer, wat heeft u nog nodig? Wat is de oplossing? Want wij weten het niet. Ik heb stroom nodig. Ik heb bedrading nodig. Ik ga het wel oplossen, oké? Ja, kom maar goed. Hij blijft beneden in de lobby. Ja, ik ga ook naar de lobby, dus kom maar mee. Wij verstoppen ons even achter de balie. Veel succes. Ja, doe dat. Komt goed. We hebben vertrouwen in u. Ja. Oké, jongens. Ik denk dat ik hoogspanning niet aanraken. Levensgevaarlijk. Ja, ik denk dat ik deze nodig heb. Die dingen hierachter. Alleen ik weet niet of ik het daarvoor eerst uit moet schakelen. Of dat ik gewoon kan zeggen, we kunnen dit nu gewoon hakken, weet je? Oké, doe maar vraag. Ik ben geen elektricien, maar jullie willen dat ik dit oplos. Zou ik dat gewoon kunnen hakken met een elektratang en dan eruit kunnen halen? Of moet ik eerst de stroom eraf halen? Weet iemand dat? Ik denk het wel. Die lift is toch defect. Dus hij doet toch niks meer. Ik denk dat de liften nu sowieso uitgaan. Ja, ik wou net zeggen. De stroom valt nog een keer half uit. Ik doe het wel gewoon, weet je? Komt goed. Ja. Nou, jongens, laten we dit slopen. Zo, laten we die slopen. En dan heb ik deze nodig. En op hoop van zegen dat ik nu niet geëlektrocuteerd word en doodga. Komt je? 1, 2, 3. Nou, prima. Laat ik dit dan gewoon terugplaatsen. Daar heb ik even niks aan. Kijk uit, hè. Voor de spanning. Oh, ik heb stroom, jongens. Oh, wat fijn. Ik heb stroom. Haal ons eruit. Ik wil je eruit. Ja, nou, komt je? Ik ga de stroom plaatsen. Zijn jullie klaar voor? Oh, wat mooi. 1, 2, hoppakee! Kijk! Oh, wat is dit? Oh, de lift. Oh, die lift heb ik natuurlijk net kapot gemaakt, of niet? Ja, maakt niet uit. Maar de deuren doen het. Elektrische deuren. Ik kan naar huis. Yes. Ik kan naar huis. Ja, ik had nog wat voor je gevonden. Wat? Toch nog een snoepje? Ja, alsjeblieft. Oh mijn god, ja, ik heb alleen geen lampionnetje meer. Ik heb ook iets tegen je hallucinaties. Oh, lekker, nog een focus drinkie. Wat een hallucinatie. Oh mijn god. Ik heb geen hallucinaties. Als jij zegt dat je geen geest ziet, dan ben jij de gek hier. Zij is een beetje gek. Ik denk dat de meeste mensen er zo in staan, ja. Mm-hmm. Oh mijn god, ik ga weg hier. Dankjewel voor het snoep. Ik ben weg. Doei. 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 Oh, vrijheid. Bedankt. Geen probleem, jongens. Geen probleem. Ik weet niet wat voor rare kamers er nog allemaal waren daarachter met... ik weet niet wat voor enge gedoe dat allemaal waren, maar ik ga nooit meer snoep halen in jullie enge ziekenhuis. Hebben jullie dat begrepen? Ik los het op. Ja, maar onze lift is wel kapot. Dat is wat minder. Maar... dat is niet meer mijn probleem. Hier heb je een tang, hier heb je een stroomdraadje. Kom, wat fijn. En los het maar op. Ik ga aan de slag. Ja, prima. Los het maar op. Alright jongens, we zijn ontsnapt uit het ziekenhuis. We moesten blijkbaar de stroom fixen, maar daarvoor kwam er een hele geestenuitbraak. Dus we moesten dat ook oplossen. Dat is uiteindelijk gelukt. Jongens, jullie zaten weer allemaal leuk in elkaar. Jullie hebben veel leuke dingen gedaan. Twee doktoren, Julian is er ook ineens, terwijl die er net niet was. Nee, het was helemaal leuk gedaan. We hebben jullie genezen. Jij was waarschijnlijk een van de geesten. Samen met Creeper hier ook een van de geesten. En we hadden Bosbest natuurlijk, die ook als de hulpgeest rondliep. Hartstikke leuk. Ja. Hoe ging het jongens? Hoe vonden jullie het gaan? Ja, ging echt goed. Ja, ging goed, hè? Ik vond het leuk. Ja. Ik vond het heel leuk gedaan. Het was echt een mooi ziekenhuis. Ook echt groot vooral. Zoveel ruimte en zo. Ik had niet zoveel aan de...
Ik had niet zoveel aan de assistent. Die heeft niet zoveel geregeld. Jongens, dankjullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. We hebben tegenwoordig 200.000 abonnees. Maar we gaan natuurlijk gewoon door. Reageer even jouw favoriete karakter van deze video. Was het nou de doktoren, was het de assistent, waren het de geesten? Of was het Julian die niet eens mee heeft gedaan? Dankjewel voor het kijken. Kijk nu lekker het vorige deel. Dit is namelijk het deel waarin ik van een eiland moest ontsnappen. En dat is ook een hele leuke. Dat hebben die kijkers ook gemaakt. Het had hartstikke veel tijd in, hartstikke veel werk en weet ik wat allemaal. Hou je nou van deze serie? Laat het dan even weten. En dan nu spreek ik laat graag zo tot 4 flesje bier. Jongens, mee schreeuwen.